Een hele goede dag, welkom bij weer een live bezichtiging van M2 Makelaars. We staan in de wijk Rozenburg van Vlissingen, prachtig mooie groene strook, precies aan de rand van de wijk, om te gaan kijken naar dit prachtig mooie vrijstaande huis. Het is een keurig nette woning, instapklaar, met maar liefst 3 badkamers, een gelijkvloers woonprogramma en een fantastisch mooie tuin. Dus laten we snel gaan kijken. Uiteraard gaan we via de voordeur naar binnen, maar wat hier opvalt, aan de zijkant zie je nog een toegangsdeur. En dit is op dit moment dus de slaapkamer op de begane grond. Die is natuurlijk ook binnendoor te bereiken. Maar je zou hier natuurlijk ook prima een bed and breakfast van kunnen maken. Of een kantoor of praktijk aan huis. Heel erg handig dat het aanwezig is en veel mogelijkheden bij dit huis. Nou, we komen de woonkamer binnen via een mooie deur met glas voor het extra daglicht. En laten we starten hier in de woonkamer, de zitkamer aan de voorzijde. We hebben een prachtig mooi visgraat PVC vloer hier liggen. De ligging is natuurlijk wel echt fantastisch hier. Je ziet hier een prachtig mooie groenstrook. Komt hier bijna niemand voor langs, alleen maar bestemmingsverkeer. Je kijkt heerlijk hier in het groen. Dan heb je een hele mooie lichte zitkamer aan de voorzijde. En lopen we naar de achterkant van het huis. Dan hebben we hier een schitterend mooie nieuwe keuken. Compleet uitgebreid met inbouwapparatuur. En dit dan, een geweldige serre. En een enorme grote serre ook. Waarbij je heerlijk kunt kijken op je schitterende tuin. Maar die tuin die gaan we straks bekijken. We gaan eerst even verder binnen kijken. Nou, zoals gezegd heeft deze woning dus een gelijkvloers woonprogramma. Dus dat betekent op de begane grond heb je een slaapkamer met aangrenzend ook een badkamer. Badkamer helemaal compleet met een grote ruime douche, toilet en wastafel. Je hebt ook nog een hoek waar je kasten kwijt kunt. Dus dit is een prima slaapkamer om zelf te gebruiken. Maar zou natuurlijk ook gewoon heel goed als bed and breakfast gebruikt kunnen worden. Of kantoor of praktijk aan huis. Het mooie is, wat we net al eventjes zagen, dat er een aparte toegangsdeur is vanaf buiten. Dus voor gasten of voor klanten als je het als kantoor gebruikt, super geschikt. Nou, komen we boven in dit huis. Hebben we op de verdieping 2 grote slaapkamers. Eentje aan de voorzijde, deze, en eentje aan de achterzijde van het huis. Nou, echt hele ruime kamers. Uiteraard hier aan de voorkant ook weer een schitterend uitzicht over het groen hier tegenover. En deze kamer heeft een grote vaste kast. Wat ook bijzonder is, is dat er 2 badkamers zijn. Eentje vanaf de overloop te bereiken. En de tweede badkamer is vanuit de slaapkamer aan de achterzijde te bereiken. Slaapkamers helemaal, of badkamers helemaal compleet uitgevoerd. Douche, toilet, wastafel, alles erop en eraan. En hier kijken we natuurlijk schitterend over de tuin uit. Nou, hebben we hierboven ook nog een grote bergzolder. Ideaal voor het opslaan van je spulletjes. En er is nog een kast waar de cv-installatie te vinden is. Maar de tuin, dat is echt het juweeltje hier. Dus daar gaan we nu kijken. Via de prachtige serre komen we dan dus in de tuin terecht. Ja, het is een geweldige tuin. Hij ligt pal op het zuiden, dus qua bezonning zit je fantastisch. We hebben een grote waterpartij. En ja, hoe bijzonder is het? Je hebt gewoon een brug in je eigen tuin over die waterpartij heen. Erg leuk, kom je niet vaak tegen. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje van tuinieren houden, dat spreekt voor zich. Maar ja, je hebt dan wel een fantastisch mooie tuin. Hier aan de achterzijde kijk je dus ook op de 2 puntjes, de samengestelde kap. Is ook goed te zien dat boven de slaapkamer beneden de begane grond, die ook als kantoor gebruikt kan worden, ook nog extra bergruimte aanwezig is. En de serre hier aan de achterkant is natuurlijk een heerlijke plek om van de tuin te kunnen genieten. Er zijn ook nog 2 schuren aanwezig, dus genoeg ruimte om een barbecue of iets van die naad neer te zetten. Een heel erg compleet huis met een fantastisch mooie tuin. We'll be right back.
Nou, ik zou nog veel meer kunnen vertellen over dit fantastische huis. Bijvoorbeeld dat er hiernaast ook nog een hartstikke leuk plaatsje is en een plek om de kliko's en alles te parkeren. Maar goed, misschien moet je gewoon maar eens komen kijken hier. Het is te veel om op te noemen. Een werkelijk schitterend huis. Vrijstaande woning in de wijk Rozenburg. Alles erop en eraan, gelijkvloers woonprogramma. Maar liefst 3 badkamers en een fantastisch mooie tuin op het zuiden. Is er belangstelling, neem contact op met een 2-makelaars. Laat ik het uiteraard heel graag in het echt zien. Voor nu bedankt voor het kijken en wellicht tot de bezichtiging hier bij dit fantastisch leuke huis aan de Annie Romeinlaan nummer 5 in Vlissingen.